Het pand aan de Spoordreef is een voormalig kantoorgebouw dat is omgebouwd tot appartementencomplex. De huurcontracten van de bewoners, dat zijn tijdelijke contracten, met een maximumlengte van 2 jaar. Over grofweg 6 maanden loopt het merendeel van de 36 contracten af. De verhuurder moet de huurders tussen de 3 en 1 maand van tevoren schriftelijk laten weten dat de overeenkomst daadwerkelijk eindigt. Een pandeigenaar kan ervoor kiezen om huurders ook na die 2 jaar te laten zitten. Maar dat wil de investeerder achter dit Almeerse complex niet. Het beperkt hem in de mogelijkheden voor de toekomst, zo geeft de vastgoedbeheerder van het gebouw aan. Laten zitten betekent namelijk dat huurders een vast contract krijgen. En dat ze dus kunnen blijven zolang ze dat maar willen. Bij zo'n vast contract komt een huurder dus heel erg sterk te staan ten opzichte van de huidige situatie met een tijdelijk contract. En de eigenaar van het complex wil graag de optie openhouden om ooit iets anders met het pand te doen. Maar dat wordt erg lastig als er huurders zitten die niet willen vertrekken. Dus wordt ervoor gekozen om alleen maar tijdelijke contracten toe te staan. Met als gevolg dat de huidige bewoners niet kunnen blijven, al willen ze dat wel. En over 2 jaar dan misschien weer precies hetzelfde verhaal. Het voelt natuurlijk wat vreemd. Mensen die hun huis uit moeten, waarna een nieuwe lichting hetzelfde complex weer ingaat. Ook de vastgoedbeheerder die erkent dat wel. Maar de wens om naar de toekomst toe flexibel te blijven, dat heeft toch echt de overhand voor de eigenaar van het pand. En langere contracten, langer dan 2 jaar, maar wel tijdelijk, dat is wettelijk gezien niet mogelijk. De vastgoedbeheerder zegt dat bijvoorbeeld 5 jaar best zou kunnen. Maar dat moet in Den Haag dan geregeld worden.